De afgelopen maanden werd er door zo'n 45 leerlingen van het Nunes College hard gewerkt aan de opening van een pop-up store aan de berg. Een pop-up store is een tijdelijke winkel. Dus wat we eigenlijk doen is dat we de winkel openen voor 2 dagen. Op de meest commerciële dagen van de week. Dus op vrijdag en zaterdag. En wat de kracht is van een pop-up store is dus dat je heel veel marketing en promotie kunt doen voor die 2 dagen. En dat mensen dan ook geïnteresseerd zijn en willen komen kijken naar die winkel. De pop-up store is een project voor vierdejaarsleerlingen in het kader van het keuzevak ondernemen. Onze school die biedt eigenlijk een stuk of 7 keuzevakken aan. En die kunnen alle derde en vierdejaars leerlingen kunnen daar een keuze uit maken. Dus of je nou economie en ondernemen als profiel hebt of zorg en welzijn, dat maakt in principe niet uit. Als je dit interessant vindt, kun je dit vak dus kiezen. En dan heb je dus 6 uur in de week ga je leren wat ondernemen inhoudt. Hoe zijn de leerlingen tot nu toe? Ja, weet je, het blijven natuurlijk pubers, dus er is altijd wel iets wat minder leuk is. Maar over het algemeen zien we dat, omdat de leerlingen heel veel vrijheid hebben in welk product ga ik verzinnen. Maar ook als het gaat om, we hebben bijvoorbeeld met leerlingen een vloer, een tapijttegels gelegd. Dat zijn allemaal hele praktische dingen en we zien wel dat leerlingen daar heel enthousiast van worden. En dat zien we ter plaatse. En vragen daar aan enkele leerlingen waarom ze voor het keuzevak ondernemen gekozen hebben. Ik wil later kapster worden en ik wil een eigen bedrijf starten. Dus dan wil ik ook een beetje weten hoe je moet ondernemen en hoe je een bedrijf moet starten. Dus daarom heb ik het eigenlijk gekozen. Nou, ik heb voor deze opleiding gekozen omdat het geld natuurlijk belangrijk voor je leven. Natuurlijk daar ga je de meeste tijd in steken om natuurlijk huis te kopen of voor de kinderen later te zorgen. Maar natuurlijk ook voor misschien later je eigen bedrijf te starten, is ook wel leuk. En wat heb je nou allemaal moeten doen de afgelopen weken? Afgelopen weken hebben we in een boekje gewerkt. Dus we hebben, we hebben eigenlijk vragen ingevoerd. Daarna zijn we eigenlijk naar het pand gegaan, hebben we daar dingen gedaan, hebben we eigenlijk de pand opgeknapt. En ja, moesten we bijvoorbeeld rond in het dorp moesten we dingen vragen aan mensen, moesten folders uitdelen. Die dingen eigenlijk een beetje. En daarnaast moesten ze ook bedenken wat ze wilden gaan verkopen. Nou, ik heb een chocolademelkpakket gekozen met een chocolademelklepel. Als je dat verwarmt, dan wordt chocolademelk. Minispekjes en karamelblokjes kun je ook verkiezen. En slagroom. Omdat iedereen het wel lekker vindt. Ik zelf ook, dus daarom heb ik voor het pakket gekozen. En dan is het zover. De officiële opening van de pop-up store. Ik heb net even binnengekeken en ik moet zeggen, en ik lieg niet, ik ben diep onder de indruk van wat jullie hebben neergezet. Als je daar naar die foto kijkt, zie je hoe kaal het hier was. Ik vind het echt fantastisch wat jullie hebben neergezet. Ik ga het ook in het gemeentehuis vertellen dat ze echt hier naar moeten komen kijken, want dit is echt fantastisch. Dit is uniek en ik ben heel trots op het Nunes College dat ze met jullie samen dit hebben kunnen doen. Ik heb de sleutel. Dus ik ga het pand openen en daarmee zijn jullie de ondernemers van Nune vandaag en morgen. Veel plezier! Hij is open! De store is open! En of ze denken er iets aan te hebben voor de toekomst? Ja, ik denk het wel. Want nu weet ik wel een beetje van hoe je moet ondernemen en hoe dat eigenlijk werkt. Okay. Nou, ik wens je heel succes. Ja. En ik kom later bij je langs. Ja, is goed.